Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik jullie, ik ga trouwens even mijn iced tea open doen, maar ga ik jullie laten zien hoe ik van mijn day make-up, dus gewoon eigenlijk mijn normale dagelijkse make-up die ik draag, naar een night make-up ga zonder dat ik iets eraf ga doen eigenlijk. Ik krijg hier best veel vragen over omdat ik overdag meestal heel natuurlijk geschminkt ben en 's avonds best wel wat donkerder kan gaan aan de ogen of de lippen en meer contouren en zo en gewoon meer make-up op mijn gezicht heb. Dus ik ga jullie laten zien hoe dat ik dat gewoon doe zonder iets opnieuw te moeten doen. Het is ook iets meer herfst geïnspireerd nu, want we gaan natuurlijk naar de winter toe en het is kouder en grijzer. Dus mijn kleuren zijn ook wel een beetje veranderd naar, ja, naar het weer eigenlijk. Ik ga beginnen met mijn haar even gewoon naar achter te doen. Wat nu al op mijn gezicht zit is concealer, heb ik er nog op, poeder, ook een primer. Deze gebruik ik meestal van Maybelline, de Monster Primer. Zit ook al op mijn gezicht. Mascara. En dat is het denk ik. Ja, mascara, concealer en poeder zijn de dingen die erop zitten. En ik ga mij nu gewoon wat meer schminken. Ik heb trouwens mijn spiegeltje hier. Dan weten jullie als ik naar hieronder kijk waarom. Dus ik ga eerst denk ik een klein beetje foundation doen. Mijn huid is vrij goed. Dus ik wil niet te veel doen. Maar ik ga een klein dropje doen op mijn hoofd en op mijn wangen. Maar mijn huid is best wel goed, dus ik wil er niet te veel op smeren. Want ik heb de laatste tijd echt wel veel gestruggeld met mijn huid. Ik had best veel puistjes en denk gewoon aan de stress van te verhuizen en al die dingen. Ik doe dat eigenlijk gewoon wat meer rond mijn neus, omdat ik daar vaak rode plekken heb. En een klein beetje onder mijn ogen, op mijn kin. En dan een beetje op mijn voorhoofd. Kijk, ik heb jullie een klein beetje donkerder gezet, want ik denk dat je dan de make-up beter gaat zien. Maar dus, een klein beetje foundation. Niet te veel, want ik hou er ook gewoon niet van, van dat gevoel dat er zo kijk op je gezicht zit. Oh, I hate it. Dan ga ik gewoon een klein beetje meer concealer doen. Ik gebruik nu Bourjois Healthy Mix, maar die is bijna op. Ik gebruik zo de laatste beetjes. Ik stip ook een klein beetje zo puistjes aan. En een klein beetje hier zo langs mijn neus. Dit is de finished look. Nee, oké. Okay. Ik gebruik ook altijd de Beauty Blender. Nu heb ik een beige, pas een week of zo in gebruik. Want je zou die om de 3 maanden moeten vervangen. Maar ik had mijn al een half jaar of zo. Dus ja. Oké, okay, voilà. Je ziet heel pak bitter onder mijn ogen nou. Dan ga ik nog concealer aanbrengen. Dit is de Anti-Age Eraser van Maybelline ook, denk ik. Hè? Die gebruik ik echt altijd. Ik gebruik nu de kleur Sand. Ja, 07 Sand. Maar in de zomer gebruik ik wel een donkerdere kleur. Dit ga ik gewoon door een beetje driehoekjes ook weer onder mijn ogen aanbrengen. Voor een extra awake look. Dan pak ik trouwens de kijk hoe deze noemt. Master Fix Poeder van Maybelline. Dat doe ik in dat potje en een beetje pak ik op mijn Beauty Blender om mijn ogen te zetten. Want anders dan gaat mijn mascara zo smudgen. Zeker als het warm is straks binnen. Dus dat heb ik eigenlijk gewoon onder mijn ogen. Voilà. En dan de Beauty Blender weg. De rest
doe ik met een borstel. En poeder ik gewoon. Wat we niet vettig zijn en strak. Want dat wil niemand, hè. Ik moet zeggen dat ik dat de laatste tijd echt best veel heb. Vettige kop. Oké, daar ging mijn camera dus even nu op batterijen gestoken. We waren dus aan het poederen. Goed, ook rond de neus poederen en op de kin. Allee, toch zeker als je... Oh, ik verstik me in mijn eigen poeder. Toch zeker als je oily skin hebt. Oké, dan gaan we de wenkbrauwen doen. Daarvoor gebruik ik dit van Bourjois. Een brow palette in blond. Maar ik gebruik die heel donkere kleur. Dat is zo meer een shellke. En ik gebruik ook gewoon dat borstelke. Overdag doe ik eigenlijk niks aan mijn wenkbrauwen. Want die zijn gemicroblade door Brows & Beyond. Dus we hebben eigenlijk bijna niks meer nodig. Maar als ik zoals hier een paar gaten wil opvullen. Zoals hier van boven. Dan gebruik ik dit. Maar dat doe ik echt 's avonds. Allee, en gaten zijn dat niet. Dat zijn gewoon zo gaten waar minder haartjes zijn. En wat ik dan ook soms doe, omdat mijn wenkbrauwen best kort zijn, is die iets langer tekenen. En wat wel leuk is aan dit shellke, dat blijft echt wel goed. Wat als een soort shell is, kan ik niet uitleggen, maar... Voilà. That's it for the eyebrows. Nog een beetje shell er doorheen, dat die goed op zijn plaats blijven zitten. Want ik heb wel zo wel langere haartjes ook soms. En die gaan dan zo naar onder hangen. It's not cute, hè. Zo. Oké, dan gaan we contouren. Ik gebruik de NYC, of ja, New York City, of je noemt dat. New York Color. Ja, New York Color blijkbaar. Smooth Skin. In de kleur Sunny. Dit is echt heel cheap, maar wel heel goed. Ik pak gewoon een fluffy borstel die ik er zo doorwrijf. En dan gaan we gewoon onder de jukbeenderen contouren. Het voorhoofd. En de kaaklijn. Oké, voilà. Je ziet wel direct dat verschil dat mijn gezicht zo smaller lijkt. Oké, dan hebben we ogen. En daarvoor gebruik ik de Naked Urban Decay Petite Heat. Dat is het kleine paletje van de Heat Palette. En dat ziet er zo uit. Ik ga vooral dat bruin gebruiken, dat oranje of roest ernaast en de eerste witte. Dus die kleuren noemen ook, het wit noemt Inhale, het bruin noemt Hot Spell en het oranje noemt Wild Thing. Dus ik ga eerst mijn crease doen met het bruine Hot Spell. Dan doe ik dus gewoon eigenlijk in de arcadeboog van het oog, zoals je kunt zien. En dan blend ik dat gewoon met de fluffy borstel. Oké, een beetje gelijk dit. Maar dan moet ik nog iets meer blenden. Oké, een beetje op deze manier. Zoals ik al zei, ik ben geen pro. Dan pak ik een beetje van de Wild Thing. Dus dat is die meer oranje kleur. Maar goed afklappen, want anders dan is dat echt wel te sterk. En doe ik nog een klein beetje hier in die hoek. Voilà. Nou is dat gewoon iets vuriger, precies. Andere kant. Als jullie tips hebben trouwens op over hoe dat ik dat mooier kan doen of wat leuker zou zijn, let me know. Ik denk ook dat hier gewoon de key is goed blenden.
dat dat anders te wordt of zo. Ik weet niet. Als er een make-up artist zijn, let me know. Want ik heb nu alweer het gevoel dat ik zo denk, oef, it's too much. Maar zelfs als mijn mascara erop is, is dat wel oké. Dan pak ik met zo'n angled brush de kleur Inhale en doe ik dat aan de binnenkant meer. Tot het midden van het ooglid eigenlijk. En een klein beetje in de ooghoek ook. Voilà. En nu wil ik dus door mijn oog wrijven. Want er zit iets in mijn oog. Dat is dus waarom dat ik geen oogschaduw doe overdag meestal. Want ik wrijf dan zo door mijn ogen aan. Alle oogschaduw voor niks. Oké, next up ga ik mascara doen. Ik gebruik de Total Temptation Waterproof van Maybelline ook. En de Rocket Mascara Waterproof. Er staat niks meer op, maar ik gok ook dat die van Maybelline is. En ik gebruik er altijd twee, want deze is bijna op en die is meer. Dit is een dunner borsteltje en dun en dikker. Dus ja, en ik wil altijd graag veel laagjes mascara. Ik hou echt van zo'n mooie mascara look. Mogen wel niet te hard zo aan elkaar kletten. Want that I don't like, hè. Maar ja. Gewoon zoveel mascara vind ik wel mooi. En mijn wimpers zijn momenteel echt zo goed door de Revita Lash. Ik ben echt zo blij. Oké, gewoon één kant van boven ziet je al gewoon hoeveel verschil. Je moet denken dat hier ook mascara op zit, hè? Maar nog van daarstraks. Deze is gewoon bijgewerkt. Maar ik moet ze denk ik nog iets rechter doen. Wat ik ook soms wel doe, is met de krultang nu krullen. Als er zoal nog wat mascara op zit van daarstraks. En dan nog eens bijwerken. Maar omdat ik nu Revita Lash gebruik, gaan mijn wimpers dan echt overdreven gekruld zijn. Dan ga ik de onderkant van dit oog doen, dan zien jullie ook het verschil al. De onderkant is wel iets lastiger, want ook omdat daar al wat mascara op zat, heb je wel meer kans dat dat zo gaat klitten of zo brokjes gaan zijn. Maar als je goede mascara gebruikt, dan gaat dat meestal wel zoals deze. Voor de onderkant gebruik ik wel echt enkel de Rocket. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon fijn voor van onder. En zoals je kunt zien, denk dat je het verschil wel echt ziet. Dat dit intenser en donkerder is dan dit. En dan de Rocket. Nog eens over. Ik denk, als ik eerlijk moet zijn, dat deze de Rocket wel echt mijn all-time favorite is. Plus budgetvriendelijk. Wat ook belangrijk is, want sommige mascara's kosten zoveel geld. Oké, voilà. En ik gebruik ook echt altijd waterproof. Altijd overdag, 's avonds. Gewoon altijd waterproof. Omdat mijn wimpers daar veel meer gekruld van blijven. Plus, als ik geen waterproof gebruik, dan heb ik hier op mijn oogleden zo van boven en hier van onder allemaal zwart gesmudged. Heb ik altijd. En met waterproof heb ik dan nooit. Dus dat is mijn tip. Als jij dan misschien ook vaak hebt dat je hier zo zwart hebt van je wimpers, dan gebruik eens waterproof. En dan nog deze onderkant. Tadaa! Eyes are ready. Nu nog blush en highlighter. Als blush gebruik ik momenteel de Rocketeur van Benefit. Die ziet er zo uit. En ik zit al bijna aan de bodem. Ik gebruik deze borstel van Real Techniques. Of Techniques, of genoemd dat. Maar geen idee hoe die borstel noemt. Ze is ook al heel oud. Dan goed draaien. En dan blushen. Ik doe meestal gewoon een beetje de apples of my cheeks. Oké, ik wil zien dat dat niet te is. Want
soms kan ik wel eens overboard gaan. Maar dan ga ik er gewoon met een gewone poederborstel nog eens over. Oké, ik denk dat het wel oké is. En dan last but not least gaan we highlighten. En nu heb ik de highlight Center of Attention. En dat is van MAC. Ziet er zo uit. Ik denk wel niet dat die nog bestaat, want die is best oud. En ik moet zeggen, het is ook niet mijn favoriete highlighter. Die is heel subtiel en heel zacht gewoon. Ik gebruik liever eentje die wel iets meer sparkelt, maar... Ja, alhoewel, het heeft iets, hè. Het heeft zo'n glowy effect zonder dat het too much is. Je ziet hier is niks. En hier ziet je het wel. Zo'n beetje dewy look. En dat gaan we gewoon dus op onze cheekbones doen. Voilà. Klein beetje op de neus. De nose bridge. Maakt je neus een beetje smaller. Maar als je al een hele scherpe neus hebt, dan mag je dat niet doen. Want dan trekt dat alle aandacht naar je neus. Ook als je een bultje of zo op je neus hebt, don't highlight it. Allee, dat hebben ze mij toch altijd geleerd. En dan... Cupid bow boven de lip. Dat gaat ons lip er iets dikker laten uitzien. Tada! Dit is de finished look. Maar omdat we dus op stap gaan, gaan we ook lipstift opdoen. Ik heb hier deze lippenstift van L'Oreal. Die zien er zo uit. Dus we gaan maar eens te kiezen, hè. Ik denk dat ik voor zo'n meer nude ga gaan. Ofwel gewoon nude ofwel roze. Ik denk gewoon nude. Dit is de kleur. Staat dat erop? Ja, Empowered. Met zo'n matte lipstick. Die opdoen. Dit is meer zalmroos. Nude. Oké. Zo. Dit is de lipstift. Wat hier wel mee is natuurlijk. Kunt je niet echt gaan overlinen. Wat ik soms wel met mijn MAC lipsticks doe. Maar met dit kunt je dat niet doen natuurlijk. En dit is een... Allee, of ik kan dat toch niet met dit. Dit is ook een matte lipstick. Dus die gaat ook zo droog worden. Oké, dat is dus hoe ik ga van heel naturele dagmake-up naar iets gewaagdere avondmake-up. Misschien hebben er nog zo'n mensen iets van, maar zo loop ik overdag rond. Of misschien vinden jullie het net wel te veel of too much, ik weet het niet. Maar ik dacht, ik ga het eens laten zien. Ook meer zo herfstkleuren met het oranje en zo. Dus ja, dit is... De finished look, hè. Oké, ik ga hier ook de vlog afsluiten, of de video. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Als jullie tips voor mij hebben over make-up of zo, let me know. Of als jullie favoriete oogschaduws of zo hebben, ben ik ook wel benieuwd naar. Zeker nu voor de winter, want ik heb het gevoel dat ik eigenlijk altijd gewoon hetzelfde paletje gebruik. Zomer, winter... Herfst, lente, maakt niet uit. Dus geef me zeker wat tips. En ja, dan zie ik jullie volgende keer weer, hè.